Hallo lieve mensen van Confect Beauty en van YouTube. Wat leuk dat jullie weer kijken. En vandaag heb ik weer de favorites van april. Want we zijn er weer in een nieuwe maand. Vandaag ben ik echt in een hurry. Want wij gaan zo op vakantie. We gaan voor een maand lang naar Zuid-Frankrijk eigenlijk in principe. En daarna naar Spanje. Dus we hebben er heel veel zin in. Maar dat betekent dat mijn blog en natuurlijk ook Instagram een beetje verwaarloosd zullen worden. Maar ik zal er zeker toch wel van mij laten horen. En vandaag dus mijn favorites van april. Die kunnen natuurlijk niet ontbreken. Kijk gewoon met mij mee wat ik als favorite heb deze maand. En laat mij vooral in het commentaarveld weten of deze favorites ook jouw favorites waren van deze maand. Want ik ben er heel erg benieuwd naar. Laten we gewoon vooral gaan kijken naar de favorites. Als eerste deze maand moet ik echt weer met de Korean Beauty komen. We horen wat minder van de Korean Beauty. Maar het is nog steeds het favoriet van velen van ons. En ook dus van mij. Ik vind het heerlijk als Chloe slaapt. Om een lekkere sheet mask op mijn gezicht te zetten. En dan gewoon gewoon een serie kijken of een boek lezen. En ik heb deze heel veel gebruikt in de maand april. Ik heb heel veel sheet mask gebruikt. En ik heb deze favorite. Want een sheet mask is natuurlijk niet het mooiste wat je kan hebben. Het staat niet echt super leuk. Het is zo wit, je lijkt echt op een soort mummie. En dit is echt super leuk, want het zijn animal masks. Deze is tijgerprint, maar je hebt ook van een wasbeer, van een panda, hond. Je hebt ze in verschillende printen en dit is dus de tijgerprint. Het is super, super leuk, want als je het aanzet, lijkt het alsof je gewoon een gezicht van een tijgertje hebt. En het is, ik vind het super leuk. En na het gebruik voelt mijn huid heel erg glad en gehydrateerd. Het hangt af welke je koopt. Zitten er bepaalde ingrediënten. Deze is echt mijn favoriet van april. Het is echt een must. En het is super, super schattig met het print van de tijger. Deze is van het merk Berison. Berison, ik zal het hieronder op het commentaarveld voor jullie linken waar jullie deze kan kopen. Het beste ervan is dat het minder dan 5 euro kost. Dus how cheap is this? Vaak gebruik ik in de lente kleurrijke make-up, met name oranje tinten. En ik heb deze lipstick ontdekt. Het is van MAC. En het is een mooie soort flamingo-achtige kleur, oranje-achtig. En het heet Tropic Tonic. Het is super, super mooi, want het staat echt super, toch wel kleurrijk op je gezicht. En heel lenteachtig. Dit is de laatste tijd mijn favoriete lipstick dat ik gebruik. Het is super, super, super leuk voor in de lente. En het is gewoon een must als je gewoon een soort festival look wil bereiken met je make-up. Ik gebruik alleen maar nude make-up. Maar ik heb heel veel geëxperimenteerd met kleuren. En dit is echt een must als je echt van kleuren houdt. En dit is echt 2 euro of 3 euro heb ik het gekocht bij de Kruidvat. En dit is Essence Long Lasting Eye Pencil in de kleur Tutuquoise. Dat is nummer 17. En het is een hele mooie blauwe kleur. Het is een hele leuke blauwe turquoise kleur. Die ik ook hieronder heb aangebracht op mijn ogen. Ik gebruik nu heel veel blauw op mijn ogen de laatste tijd. Ik weet niet, het is echt een trend. Je ziet echt heel veel make-up palettes die nu zijn uitgebracht. Heel veel blauw in de make-up palettes. Kijk maar naar de KKW palettes met Mario. Zat er ook blauw in. En de Anastasia Beverly Hills nieuwe palette zit er ook blauw in. Dus je ziet heel veel blauw in de palettes. Dus het is echt steeds voorkomend. En dit is echt een hele mooie eye pencil, oogpotlood voor onder je ogen. Om hele leuke looks mee te maken. Dus het is echt een aanrader.
Nou, in mijn goodie bag van Cult Beauty heb ik deze kunnen ontvangen. En dit is de Way Rose Hair and Body Oil. En ik heb het al 2 weken getest en ik ben zeer onder de indruk van deze olie. Het is eigenlijk voor je haar, maar je kan het ook gebruiken voor je als bodyolie. Ik gebruik vaak 1 of 2 pompjes en ik wrijf het in mijn handpalm. En dan masseer ik mijn haar van midden tot de puntjes op deze manier. En ik merk dat mijn haar heel veel glans krijgt, maar toch niet vettig. Dit van mij gebruikt deze ook en zij heeft krullend haar. En zij zegt dat dit is echt perfect voor mensen met krullend haar. Dus als jij krullend haar hebt, zou je eigenlijk deze ook echt moeten testen. En ik heb het ook gebruikt en vaak gebruik ik het gewoon hier op de puntjes. En wat over is op mijn hand, doe ik gewoon zo een beetje hier op mijn arm. Om het lekker zacht en een beetje toch wel olie te geven. En het ruikt echt heerlijk. Dus dit is echt iets wat ik dus de laatste tijd heel veel gebruik op mijn haren en mijn lichaam. Mijn lichaam iets minder. Maar vooral met name op mijn haren. En het ruikt heel lekker. Nou, als je mij volgt op Instagram en of mijn blog, weet je dat ik Tanny Mac Self Tanning Lotion heb getest. Dat is deze. En de merk is dus Tanny Mac. En het heet Bronzer Self Tanning Lotion. En ik heb de kleur medium. Nou, ik kan je vertellen, voor de blogpost heb ik deze getest en uitgebreid gebruikt. En ik moet zeggen, ik kan er niet meer zonder. Het is echt een geweldige self-tanning lotion. Goedkoper dan de meeste die ik ken. En het werkt echt heel goed. Ik heb een hele mooie bruine kleur bereikt met deze self-tanning lotion. En het blijft heel lang staan. Dat is eigenlijk, ja, dat zie je normaal niet bij een bronzer. Het blijft best wel heel lang zitten. En de kleur, de bruine kleur, is echt een mooi bruin kleurtje wat je dan hebt. Ik vind het echt geweldig. En vergeet vooral niet dat je 10% korting kan ontvangen bij elk product van Tanny Mac. Op de self-tanning categorie krijg je 10% korting met de unieke code FANI10. De code is tot en met 1 juni. Kan je die gebruiken? Dus ga naar de website van Hair and Beauty Online om deze echt te gaan checken. Want het is echt een geweldig, geweldig product. Ik zeg het niet omdat zij mij het product hebben gegeven. Maar het is echt, ik vind het echt een heel, heel goed self-tanning lotion. En zeker nu in de lente, dat je echt wat steeds meer kortere jurkjes wil aantrekken. En je hebt toch van die witte benen. Is dit echt een hele goede uitkomst om toch wel mooie bruine benen te hebben. Zonder de UV-stralen van de zon die wij toch niet hebben in Nederland vaak. Dus ga maar gewoon kijken op de site van hairandbeautyonline.com. Meer van dit soort producten en natuurlijk ook mijn favoriet van april. De bronzer in de kleur medium. De laatste tijd heb ik heel veel weer met bronzers gedaan. Want ja, mijn gezicht is natuurlijk heel witjes en ik gebruik een self-tanning lotion, dus ik wil toch wel mijn gezicht ook goed samenhangend met mijn lichaam. En dan gebruik ik vaak bronzers. En wat ik heel veel de laatste tijd heb gedaan, is de nose contour. En voor de nose contour gebruik ik maar 1 brush en dat is deze. Dat is echt heel, heel fantastisch. Dit is echt een fantastische brush. Dit is van Zoeva en dit is de 235 Contour Shader Brush. De haartjes zijn super zacht. En de vorm is fantastisch om je neus te contouren. Ik vind het echt geweldig. En het goede hiervan is dat je het ook kan gebruiken onder je wenkbrauwenboon om die te highlighten. Of in de corners. Of gewoon om eyeshadow aan te brengen. Of je kan het ook gebruiken om highlighter op je neus of hier aan te brengen. Je kan het dus voor heel veel gebruiken. Ik gebruik het dus met name voor om mijn neus te contouren. En het werkt echt geweldig. De haartjes zijn super fijn en de vorm is perfect. En het is mijn favoriet van dit moment. Met de steeds komende warme dagen gebruik ik met name in deze warme dagen de Clinique. Ik heb weer deze verkocht. Ik heb het al een tijdje eerder gehad. En nu heb ik deze
weer gekocht. En dit is de Clinique Moisture Surge Face Spray. Het is eigenlijk een face spray. Het is geen setting spray. Je kan het voor het aanbrengen van make-up sprayen, maar ook na het make-up sprayen of allebei. Dus dat doe ik dus. Ik gebruik het voor en na het aanbrengen van make-up. En ik vind het gewoon heerlijk. Het is een lekkere mist die je huid gewoon super lekker hydrateert. Het is heel lekker verfrissend. Het heeft geen geur, het is echt een soort water. Maar de aloe en de glycerine voegen een vleugje vocht toe. Daardoor is dit echt super lekker verfrissend voor je huid. Ik vind het gewoon super geweldig. Zeker voor als ik ga vliegen of in de vliegtuig. Maar ik vind het wel toch wel groot. Ik heb niet op hun site een kleinere formaat gezien. Maar ze zeggen wel dat het eigenlijk een on-the-go face spray is. Maar ik vind hem toch wel groot. Dit zal niet passen in mijn kleine tas. Dus ik zou het fijner vinden als ze een mini variant van de Moisture Surge Face Spray zouden hebben. Dus wie weet, hebben ze dat? Als ze dat hebben, laat mij vooral weten als je dat weet. Want ik ben er wel benieuwd naar. Ik vind het super, super geweldig, dit product. En ik zou het liever eigenlijk toch wel in een kleiner formaat hebben voor on the go in mijn handtas. Verder is het geschikt voor alle huidtypes en 100% parfumvrij. Ik ben moeder en ik heb het best wel druk. En zeker als ik zo'n face spray gebruik of gewoon een setting spray. Ik vind het gewoon zo verschrikkelijk als het zo nat blijft staan op het gezicht. Vaak hou ik ervan om ook gewoon met een beauty blender alles weer te zetten. En dat lukt niet, want al de face spray en setting spray blijft best wel nat, heel lang nat zitten. Mijn oplossing voor dat is een wire. Nou, dit is een wire die ik in Venetië heb gekocht. Staat gewoon Venetië erop. En het is super, super, super handig. Ik kan echt niet meer zonder. Ik heb het in april vooral heel veel gebruikt. En het is gewoon lekker. Als je netjes spray hebt en je gezicht is een beetje nat, dan doe je even zo. En dan ben je in no time weer ready to go. Dus het is echt gewoon geweldig. Ik gebruik dit en zeker ook als het gewoon warme dagen zijn en je bent een beetje, ja, heb je gezweten en je wil een beetje, ja, wind, dan kan je gewoon een wire kopen en zo even doen en dan weer retouchen met poeder en dan ben je ready to go. Ik gebruik dus deze wire vooral om mijn gezicht sneller te laten drogen na zo'n face spray of na een setting spray. En het werkt gewoon fantastisch. Ik heb het ook in het klein. En die zit gewoon vaak in mijn tas voor als ik ergens ben. En zeker in de warme dagen dat ik een beetje heb gezweten. Dat ik dan zo even mijn gezicht een beetje toch droog. De zweet weer uitdroog. En dan weer met poeder afpoederen, zeg maar. Dus dit is mijn tip voor als je geen zin hebt om heel lang te wachten totdat je setting spray helemaal uitdroogt op je gezicht. Waar je deze kan kopen, ik weet het niet. Je kan gewoon googlen naar een wire en dan kan je deze vinden. Deze nogmaals heb ik gewoon in Venetië gekocht. Ga kijken waar je dit soort dingen ook hebt. En als ik er eentje vind, zal ik het zeker hieronder voor jullie linken. Wat ik ook erg handig vind als ik zeker heel veel haast heb en gewoon de deur uit wil en niet heel lang mijn wenkbrauwen wil doen, zijn deze wenkbrauwmesjes. En dit is echt geweldig. Het is gewoon zo, maak je hem open en hier zit een soort blade. Dat kan je gewoon je wenkbrauw retouchen. En klaar ben je. Dus als je gewoon een klein haartje ergens hebt, dan kan je het gewoon zo met dit gewoon lekker retouchen. En hij werkt gewoon prima. Je hoeft niet echt überhaupt een spiegel te hebben. Zeker als je on the go bent, heb ik altijd deze in mijn tas. Veel mensen gebruiken dit ook voor hun gezicht. Dus je kan natuurlijk, als je heel veel haar hebt op je gezicht, gewoon een beetje met dit je haar scheren, zeg maar. Of hier, heel veel mensen hebben hier op hun bovenlip ook heel veel haar. En dan kan je ook zo
de haar weghalen, bij wijze van spreken. Maar ik gebruik het met name voor mijn wenkbrauwen. En het is echt super snel en makkelijk. En het kost ook geen vermogen. Je kan het gewoon voor alles gebruiken. En het is voor mij mijn favoriet. Met name in april. Nou, ik ben bijna klaar. Ik heb laatst een blogpost geschreven over accessoire trend. En het ging met name om zonnebrillen, de tassen die heel trendy zijn en de riemen die heel trendy zijn dit seizoen. Als je meer wilt zien van dat blogpost, ik zal het hieronder ook weer linken voor jullie. Maar ik heb in dat blogpost over de Ray-Ban Rond Metal Green Classic zonnebril gehad. Ik heb deze speciaal voor de vakantie gekocht. Hij zit nog mooi met stickers en al. Maar het is super, super boho-achtig. Ja, hij staat echt super, super, super leuk. Echt heel leuk voor festivals, voor de zomer. Dit is echt een must voor deze lente en de zomer. Het staat echt gewoon geweldig. Echt zo'n festival, boho look bereik je echt meteen met deze zonnebril. Je hebt ze in verschillende kleuren. Je hebt ze in roze, paars, geel. Maar de Green Classic is voor mij toch wel mijn favoriet. De Green Classic past wat meer bij me. En ook bij de outfits die ik dagelijks draag. Het is echt heel Zuid-Frankrijk-achtig. En daarom heb ik deze gekocht speciaal voor de vakantie. Ik wilde hem al heel lang hebben. En eindelijk heb ik het gekocht. En ik ben echt zo in love. Laatste favorite. Ik heb weer een boek. Ik heb laatst een boek gekocht voor mijn moeder. Het was dit boek. Ik heb het eerder al gelezen. Maar het is echt een tijd geleden dat ik dit boek heb gelezen. Dus ik dacht, ik ga het weer gewoon uit de kast halen en weer lezen. En dit is De Kunst van het Geluk over de zin van het leven. Howard Cutler en Dalai Lama. In dit boek laat Dalai Lama ons de zin van het leven ontdekken. Hoe je een gelukkige mens kan worden door kleine aanpassingen in je manier van omgaan met anderen. Je leert ook hoe je moet omgaan met tegenslagen in het leven en zo je innerlijke rust vinden. Het is echt super, super motiverend eigenlijk, inspirerend. Het is echt een heel inspirerend boek. Ik lees vaak met name inspirerende boeken en dit is echt een top. Hij is ook wereldwijd een bestseller. En De Kunst van het Geluk is een inspirerende boek, vol wijsheden en praktische tips. En het is zeker een aanrader om te lezen. Nou, dit was het weer voor vandaag. Het waren mijn april favorites. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En laat mij vooral weten als een van deze favorites ook jouw favorite zijn. En geniet vooral van lekkere weer en van deze lekkere maand mei. Voor nu ga ik jullie echt gewoon gedag zeggen. Wij gaan op vakantie. Ik zal iets minder actief zijn omdat wij op vakantie zijn. Maar jullie zullen zeker wat meer horen van mij. En tot de volgende keer weer.